One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Ja, ik ga erover doorpraten met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD, buitenlandwoordvoerder daar. En Stefan de Vries, Europa-verslaggever, onder meer voor BNR Nieuwsradio. Is dit iets waarvan jullie het idee hebben, dit komt aan? Dit is wel aangekomen in Brussel en in andere Europese hoofdsteden, absoluut. En waar leidt dat dan toe als het aankomt? Nou, interessant genoeg, onder andere Duitsland zei na deze uitspraak dat zij de uitgaven gingen verhogen op defensiegebied. Dat is al lang gepland, want eigenlijk alle landen voeren of geven meer uit aan defensie dan een paar jaar geleden. Maar ja, de angst zit er wel in dat Donald Trump opnieuw president wordt van de Verenigde Staten. Want dan hebben we als NAVO-bondgenootschap grote angst en onzekerheid. Want wat gaat er gebeuren met onze defensie? Op zich is het verhaal van Trump, Ruben Brekelmans, niet nieuw. Hij heeft natuurlijk al eerder gezegd, ook toen hij president was, dat die 2% erg belangrijk is. En we hebben allemaal, of tenminste veel landen, hebben er toch moeite mee om dat te halen. Hoe zou dat komen? Moesten van ver komen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Nederland, zaten we rond de 1,34%. Wel heel veel geïnvesteerd. Dus hadden we dit jaar op die 2% gezeten. Alleen dat percentage wordt uitgedrukt als een percentage van de totale economie. En onze economie is wat harder gegroeid na corona dan we hadden verwacht. En daardoor zitten we nu iets onder die 2%. Een beetje in het rijtje smoesjes, hè, dit? Nou, een hele rare norm eigenlijk. Ja. Het is ook nergens op gebaseerd. Het is ooit afgesproken in 2014, toen Rusland de Krim binnenviel. Maar een wetenschappelijke onderbouwing is er helemaal niet. En het is meer een soort van, net als de Europese begrotingsnorm van 3%. Dat is ook op de achterkant van een bierveeltje getekend. Het probleem ook voor Nederland is, het zit nog niet structureel in de boeken. Dus na 2026 hebben we dat nog niet vaststaan. En daar zal dus echt ook miljarden meer aan moeten worden uitgegeven. Ja, ik geloof 2 miljard per jaar moeten sowieso dan bij. Ja, en dan zitten pas die 2%, wat dan nog een bodem is eigenlijk. Ja. U wordt ook wel gezien als de architect dat de PVV nu aan tafel zit. Hè? U begon ooit door te zeggen van, nou, die PVV die zou er wel bij kunnen. Zij gaan vermoedelijk na wat weken dat er nog heen en weer wordt gepraat, uiteindelijk wel weer bij elkaar zitten. VVD, PVV en misschien die andere twee ook nog wel. En de PVV is A, geen voorstander van die 2%. Is ook geen voorstander van veel wapens en hulp naar Oekraïne. Zijn er nou dingen waarvan u zegt, ik vind dat mijn partij in ieder geval dat niet onderhandelbaar moet maken? Nou, wij hebben voor de onderhandelingen, wij hebben 3 basisprincipes, noemen we dat, gedefinieerd. Waarvan we zeggen, even los van alle thema's waar je over gaat onderhandelen, wonen, migratie, 3 manieren waarop wij naar een toekomstig regeerakkoord kijken. Dat is de rechtsstaat, dat zijn de financiën. En ten derde onze internationale positie. En internationale positie, daar bedoelen we mee veiligheid en economie. En als onderdeel van veiligheid is het inderdaad steun aan Oekraïne en ervoor zorgen dat we die 2%-norm halen. En het liefste dat ook wettelijk vastleggen. Dus voor ons zijn dat hele belangrijke punten. Dat wettelijk vastleggen is aanvankelijk geprobeerd, maar niet gelukt. Nu is die Kamer veranderd, dus je zou het ook weer opnieuw kunnen inbrengen. Zeker, zeker. Nee, er ligt een wetsvoorstel van meerdere partijen, waar de VVD er één van is. Er is nog formeel geen meerderheid voor, maar ik verwacht wel als dat verder wordt voortgebracht dat daar een meerderheid voor is. Laten we even kijken, we hebben een klein kaartje. Erop zie je welke landen wel en welke landen niet voldoen aan de norm. Het is natuurlijk wel grappig en ook wel heel helder dat je ziet hoe dichter je bij Rusland ligt, hoe makkelijker je aan de norm voldoet. Hè? Dus is dat niet misschien ook een beetje de kwestie dat wij in Nederland vaak geen idee hebben wie nou eigenlijk de vijand is? Zeker, zeker. Wij hebben heel lang gedacht eigenlijk dat we wel konden leunen op wat andere landen doen. En die dreiging die voelde als heel ver weg en die voelde als abstract. Maar we hebben nu natuurlijk gezien door de Russische invasie in Oekraïne hoe reëel die dreiging is. En we zien ook op allerlei andere manieren dat die dreiging niet ophoudt daar aan de oostkant van Europa. Maar dat die ook ons raakt en ook onze infrastructuur raakt. Onze infrastructuur op zee, op allerlei terreinen. Ja. En dat we dus ook als Europese landen veel meer zullen moeten investeren daarin. Stefan, jij bent nog niet zo lang geleden, als ik het goed heb, in Finland geweest. Ja. Het 31ste NAVO-lid nu. Ja. Hoe is het daar, wat dit betreft? Nou, dat was heel fascinerend, want ik ben naar de Russische grens gegaan. Dat er natuurlijk ook de grens is van de Europese Unie en nu ook van de NAVO. En Finland is een land met maar 5 miljoen inwoners, maar ze hebben 900.000 reservisten. Nou, Nederland heeft er 8.000, dus dan zie je een beetje de verhoudingen. En dat land leeft al decennia lang onder de dreiging van een grote buur. Dus die zijn eigenlijk heel
heel nuchter over die dreiging. Maar tegelijkertijd investeren ze heel veel in het leger. Het heeft een van de sterkste legers van Europa. Dus als we oorlog krijgen met Finland, dan leggen we echt, dan delven we het onderspit. Daar was ik heel verbaasd over, want je hebt daar ook nog dienstplicht. En dat wordt heel serieus genomen. Mm-hmm. Dus de Finnen zijn klaar voor oorlog met Rusland. En die Russen gaan zich daar niet aan wagen. Want dat hebben ze al een keer eerder gedaan en niet gewonnen. Dus voor de NAVO is het een grote toevoeging. Een hele waardevolle toevoeging aan het bondgenootschap. We hoorden net even over oorlog. We hoorden net Poetin even in het begin van dit programma, toen die opmerkingen maakte, dat hij zei, ik heb liever Biden dan Trump. Ja. Wie moet daar blij mee zijn van die twee? Trump. Het is echt heel geraffineerd van Poetin. Want als hij had gezegd Trump, had natuurlijk iedereen gezegd van zie je wel, je bent een pion van. Dus nu kan hij dat verwijt, kan hij niet krijgen. En bovendien, Poetin zei, ja, want Biden is een oude politicus, daar weet ik wat ik aan heb. Ja. En dan kan Trump natuurlijk zeggen, ja, voor mij is hij bang. Hij heeft liever zo'n standaard oude politicus als Biden. Ja. Terwijl ik ben degene waar Poetin echt bang voor is. Nu is er een artikel 5 bij de NAVO. En dat is als één land wordt aangevallen, dan worden we allemaal aangevallen. Hè? Als het ware, als we lid zijn van de NAVO. Gooit hij dat nou eigenlijk gewoon op de schop met die opmerking van valse maar aan? Nou ja, wat eigenlijk ernstig is, dat die artikel 5, die is heilig. Hè? En wat hij doet, is dat hij er toch een zweem van onzekerheid overheen brengt. Wat ik ook ernstig vond, kijk, die uitspraak die hij deed, die had hij al vaker gedaan. Dus dat vond ik niet zo verrassend. Maar dat hij nog daarachter zei, ik zal zelfs Rusland zelfs aansporen om te doen wat ze willen. Dat wekt ook wel tot voet de angst dat die tweede termijn van Trump wel eens de termijn van de wraak zou kunnen zijn. Mm. En dat al die dingen waar hij in de eerste termijn mee gedreigd heeft en maar niet heeft gedaan, dat hij die misschien in de tweede termijn wel zou kunnen doen. Dus dat betekent wat mij betreft echt dat we dit wel serieus moeten nemen. En dat Europese landen niet alleen aan die 2% moeten voldoen. En dat is het minimum. Maar dat we ook veel concreter moeten maken hoe wij meer aan onze eigen verdediging gaan doen. Ja. En daar heb ik me ook deze week in de Kamer voor ingezet. Eigenlijk dat plan om meer van de Amerikanen over te nemen, dat ligt er op dit moment niet. En ik denk wel dat dat echt nodig is. Ja, want ik neem aan dat u refereerde aan uw eigen motie nu even, of niet? Ja, ik zal daar een klein stukje van voorlezen. Verzoekt de regering om binnen de NAVO een aanjagende rol te spelen om een dialoog tussen de Verenigde Staten en de Europese landen tot stand te brengen. En om een plan en tijdspad op te stellen waarmee Europese landen geleidelijk meer strategische militaire capaciteiten binnen de NAVO op zich nemen. Even als het gaat over een dialoog aanjagen, dat betekent ook dat we dat nu te weinig doen eigenlijk? Ik vind dat concrete gesprek met de Amerikanen, waarin we zeggen, nou, er zijn een aantal dingen, daar is Europa op dit moment volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Ja. Denk aan allerlei raketsystemen of aan luchttransport, inlichtingencapaciteit, heel veel dingen. Daar bespreken wij nu niet met de Amerikanen hoe gaan wij dat in de komende 3, 5, 10 jaar gaan Europese landen dat geleidelijk overnemen. En dat vind ik slecht, want daarmee kunnen we niet aan Trump uitleggen, kijk eens, Amerika zal in de toekomst minder moeten doen. Maar ook voor ons debat in Nederland. Want als wij het gaan hebben over, nou, misschien is die 2% niet genoeg, maar er is nog veel meer nodig. Ja, dan willen mensen ook concreet zien van, ja, oké, maar wat levert dat dan op? En waar gaan we dat dan aan uitgeven? Ja. En dat, zo'n plan zul je, denk ik, samen met de Amerikanen ook moeten maken. Ja. Zie jij het snel gebeuren? Dat er Europees een beetje gezamenlijk tegen Amerika in gesprek gaat? Nou, snel niet, maar het is wel een trend die je natuurlijk al ziet na de eerste keer dat Trump president was. Dat Europa ineens besefte van, oh, we kunnen eigenlijk misschien niet meer rekenen op Amerika, die ons sinds de Tweede Wereldoorlog heeft bijgestaan. We moeten op eigen benen staan. Maar ja, de Europese Unie, we zijn met z'n 27, nou, met heel Europa op 30, 35. Die hebben allemaal een eigen idee over wat defensie eigenlijk is. En die neus moeten allemaal dezelfde kant op. Ja. Nou, er wordt wel aan gewerkt. We hebben het soms over een Europees leger. Maar ook daar heeft iedereen weer een andere visie op. Dan heb je natuurlijk nog Duitsland en Frankrijk die elkaar altijd in de haren vliegen en een heel ander idee hebben over wat defensie van Europa is. Frankrijk nog een atoombom. Nou, die gaan ze echt niet aan Malta uitlenen of aan Luxemburg. Dus je zit met heel veel ingewikkelde omstandigheden. En het is interessant om te zien dat als er een buiten Europese vijand is, in dit geval Trump, maar ook China, dat Europa dan wel genoodzaakt is om meer samen te werken en dat ook begrijpt. Maar het komt niet uit onszelf dat we ineens meer gaan samenwerken. Maar ik hoor je ook zeggen, als het allemaal zo door elkaar heen loopt, dan heb je eigenlijk één man nodig. En dat is Mark Rutte. Ja. Die als secretaris-generaal van de NAVO al die mensen bij elkaar kan brengen. Ja. En kan zeggen, jongens, en nu alle neuzen dezelfde kant op. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Als je met de PVV in een gedoogfractie kan zitten, dan kan je waarschijnlijk ook wel 31 NAVO-leden bij elkaar halen. Dat wordt denk ik niet helemaal zijn taak. Hij krijgt natuurlijk te maken, denk ik, met als hij het wordt, hè, want het is allemaal speculeren, met een NAVO-organisatie heel erg gaat veranderen, want we gaan uitbreiden. Misschien met Oekraïne, hangt natuurlijk af van hoe de oorlog afloopt. Maar ook met het probleem Trump.
Nou, hoe ga je dat handelen? Stel, hij wordt president. Ja. Dan heb je dus de belangrijkste donor van de NAVO, belangrijkste lid, heb je een heel instabiel persoon aan het hoofd. Jij zegt, hoe ga je om met Trump? Dan moeten we zijn natuurlijk al ontzettend blij als we niet als een knipmes de machten tegemoet treden als Nederland. Dus we hebben natuurlijk één element van onze premier. Hij heeft een keer nee gezegd tegen Donald Trump. Laten we daar nog even naar kijken. Ja. And a lot of good things are happening. I think the EU, we're going to be meeting with them fairly soon. They want to see if they can work something out. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also. Because we'll just think about those cars that pour in here. And we'll do something, right? We have to work something. But it'll be positive. Hoe wordt er eigenlijk bij de VVD over dit gepraat? Over de kans dat Mark Rutte straks secretaris-generaal wordt? Nou ja, hetzelfde als aan deze tafel, natuurlijk is het speculatie. Van hemzelf ook, hè? Ja, nee, maar ik zou natuurlijk heel trots zijn als hij dat zou worden. Ik denk wel, als je kijkt inderdaad wat de NAVO nu nodig heeft, met ook wel de verdeeldheid die er is, heb je wel iemand nodig die niet alleen met Trump, maar ook al die regeringsleiders die er nu zitten. Kijk, hij kent Orbán, kent hij ook heel goed. Hij kent Erdogan goed. Hij heeft goede relaties met Frankrijk, Duitsland, VK. Zo iemand heb je wel nodig. Dus als wij dat als Nederland en dan iemand van mijn partij dat zou mogen doen, ja, daar zou ik natuurlijk wel trots op zijn. Hoe zou dat dan gaan? Want het is op zich nog nooit eerder gebeurd dat een weliswaar demissionair, maar toch demissionair minister-president opstapt. Nee. Ja, hoe dat precies gaat, daar ga ik niet over. Dat weet ik niet hoe dat er dan uit zou zien. Maar wat zou idealiter dan de gang der dingen zijn? Dat weet ik niet. Kijk, het hangt ook heel erg van de timing natuurlijk af. Kijk, de besluitvorming. Het moet snel. En je kunt veel zeggen, de formatie gaat niet snel. Nee, maar wat ik me afvraag, want wel, Stefan en ik hadden het voor de uitzending heel even over. We zijn zo afhankelijk van Amerika. Amerika bepaalt dus uiteindelijk ook uiteindelijk of wel. Mark Rutte het zou gaan worden. Ja, en niemand anders. Ja. En niemand. En dat is toch een bizar. Ja, het is zelfs zo. Kijk, er zijn 31 landen die moeten allemaal instemmen. Dus zelfs wanneer bijvoorbeeld Frankrijk zou zeggen van, nou, we hebben daar toch liever een Fransman. Of Erdogan zou zeggen, ja, die Mark Rutte, die heb ik toch liever niet. Dan heb je echt een probleem. Nou ja, dus dat balletje kan. Een telefoontje van Washington en dan is het slikken of. Maar kijk nu naar de toetreding van Zweden tot de NAVO. Dat hebben wij in de Tweede Kamer al bijna 2 jaar geleden goedgekeurd. Ja, en Hongarije nu nog steeds. Heb je nog wat problemen mee in Hongarije nog steeds? Ja. Nou ja, goed, oké. Maar toch even, want ik begrijp de grittigheid waarmee je denkt, ik ben weer even weg bij het onderwerp. We gaan er toch even naar terug. Want hoe moet je dat oplossen? Minister-president die opstapt. Wat moet er dan gebeuren? Ja, daar zijn natuurlijk verschillende scenario's voor. Nou, maar noem er eens één. Ja, maar ik ga daar nu niet op voor. Nee, maar je hoeft er niet over te gaan. Maar wat zou logisch zijn? Hypothetisch. Nou, hypothetisch, iemand zal hem moeten vervangen. Ja, en daar zijn verschillende opties voor natuurlijk. Zeker. Tot zover ga ik met je mee. Nee, maar kijk, het lastige is, kijk, als ik daar nu iets concreets over ga zeggen, dan gaan jullie me zeggen van, oh, dat is misschien een plannetje dat er binnen de VVD ligt. En daar ga ik serieus niet over. Nee, dat begrijp ik. En het is inderdaad voorbarig, omdat de timing waarop dit besloten wordt en waarop er een eventuele nieuwe NAVO-SG goed, dat kan echt nog, dat is echt niet duidelijk. Kijk, er zijn nu mensen die zeggen, het moet zo snel mogelijk. Hè? Ja. Maar dat is echt niet per se zo dat nu de komende maand gaat gebeuren. En als je kijkt naar de Nederlandse politieke context, maakt natuurlijk heel erg uit of al over een maand die beslissing valt, of pas rond de zomer, wanneer er een grote NAVO-top weer is. Nou, ik denk dat het binnen 6 weken geregeld is, hoor. Rutte binnen 7 weken opgestapt is. Want hij gaat niet premier blijven en toekomstig secretaris-generaal, want dat loopt veel te veel door elkaar. Dus op de dag dat hij benoemd is, denk ik dat hij de volgende dag zijn vertrek zal aankondigen. En dat is waarschijnlijk begin april. En ik weet niet of mevrouw Jezielkus klaar is of Rob Jette. Maar dat scenario moet er wel zijn. En dat is echt heel snel. Ja. Is het zo dat scenario er niet is? Of is het er wel, maar mag u er niks over zeggen? Of is het er wel, maar hebben ze het u niet verteld? Het is mij in ieder geval niet verteld. Nee. Dus ja, als ik het niet weet, dan kan ik ook niet dat gelicht. Nee. Hoe belangrijk is het eigenlijk, even los van voor de persoonlijke ambitie natuurlijk, dat het voor Mark Rutte waarschijnlijk heel fijn is als hij dat graag wil, dat hij die baan krijgt. Maar voor Nederland? Ja, maakt het iets uit? Het is geen Eurovisie Songfestival of een WK schaatsen. Nee, krijgen geen punten. Nee. Het zou de 4e secretaris-generaal worden uit Nederland in de geschiedenis van de NAVO. We hebben even die 3 anderen, zie je hier even op een rij als foto. Ja. Sticker, Luns en Jaap de Hoop Scheffer. Ja. Nou ja, kijk, je kan zeggen als je een politiek junkie bent, dat natuurlijk heel cool is dat die uit Nederland komen. Maar in de praktijk maakt dat niet zoveel uit. Het enige voordeel is dat Mark Rutte gekozen zal worden op zijn capaciteit om te polderen. Hij ligt heel goed in de internationale politiek, omdat hij al zoveel ervaring heeft, ook in Brussel.
Dus het is misschien vanuit het oogpunt van de NAVO de juiste man op het juiste moment. Want hij heeft natuurlijk de tijd zat binnenkort. Op de juiste plaats. Maar voor Nederland maakt het eigenlijk niet uit. Ik ben dat echt niet met je eens. Kijk, als ik nu zie, Mark Rutte heeft nu een hele prominente rol binnen de EU. Mm-hmm. Iedere diplomaat die je spreekt, die in Brussel actief is, zegt: wij hebben meer invloed omdat we Mark Rutte hebben. Ja, maar dat is mijn collega. Hij wordt leider van de NAVO. Nee, tuurlijk. Maar ook omdat als Nederland het land is dat de NAVO-secretaris-generaal levert, of dat soort prominente posities mm-hmm. levert, wordt er anders geluisterd naar Nederlandse officials. Het hoeft niet doorslaggevend te zijn, maar door te zeggen van nou, het maakt helemaal niks uit. Dat betekent niks voor de positie van Nederland. Dat vind ik wel te kort door de bocht. Zeg maar, dit soort belangrijke posities, als je die als land invult, dan geldt dat breed of je nou politicus bent of diplomaat daar actief. Heb je toch meer, wordt er anders naar je geluisterd. Ja, maar Rutte heeft gezegd één keer bij Ron Vreese, voor een Haagse lokale zender, geloof ik, daar waar Ron voor werkt nu, van ik zou zeer vereerd zijn, maar ik verwacht dat het een vrouw wordt. Zou jij dan weten wie dat moet zijn? Nou, waarschijnlijk Kaya Kallas, dat is de premier van Estland op dit moment. Ja. Maar er zijn geen officiële kandidaten. Dus op dit moment is hij de enige. Zij zou een kans kunnen maken. En als ze zich presenteert officieel, wat ze dus binnen nu en een paar dagen eigenlijk zou moeten doen, want de race is nu aan de gang. Dan gooit ze hoge ogen. En het is natuurlijk zo dat in de 75 jaar geschiedenis van de NAVO er nooit een vrouw aan het hoofd heeft gestaan. Dus zit je te luisteren de hele tijd naar Mark Rutte gaat het worden en nu in één keer... Nee, maar er is geen tegenkandidaat. Ja. Maar ja, kijk, ook bij de laatste ronde kan je nog een verkeerde wissel hebben. Ja. Ook aan deze tafel. Er zitten natuurlijk veel te veel oude mannen aan de top. En het zou heel goed zijn als er een vrouw zou zijn. Hmm. Maar die kandidaat moet er wel zijn. Op dit moment is die er niet. En Mark Rutte is aan een solo sprint bezig. Dank jullie wel daarvoor, allebei. Oké.